Zondag speelt Vitesse in Gelderdoom tegen de Graafschap. De selectie bereidde zich in Marokko voor op deze derby. Een aantal jongens was afwezig door interlandverplichtingen. Een ideale situatie? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, we hebben die wedstrijd aangenomen omdat we eigenlijk een beetje in hetzelfde ritme wilden blijven als of met elkaar. En we wisten dat we heel veel jongens hebben die interlandverplichtingen hebben. Daarnaast weet je ook dat je nog voldoende spelers overhoudt om een wedstrijd te spelen. Nou, dat kun je op twee manieren doen. Je kunt hier een wedstrijd inlassen. Of je zegt van je maakt gebruik van de uitnodiging die we kregen. En ik moet zeggen dat het heel goed bevallen is. We hebben in hele goede omstandigheden kunnen trainen. We hebben een mooie ervaring op kunnen doen. Met name, we waren met een hele jonge groep daar. Die wedstrijd was bijzonder. Alles eromheen was goed. Het was mooi weer. Dus ook goede omstandigheden om te trainen. Nou, voor mij was het als trainer weer lekker, omdat je toch een groot gedeelte bij je had om gesprekken te voeren. Want normaal train je hier en dan train je 's ochtends en dan, hoe je het ook went of keer, die jongens gaan weg en dan kun je dat niet doen. En dat heb je nu bij 4-5 dagen met elkaar op pad. En dat was heel goed. Hop, yes, well done. Well done, Mark. Davy, je hebt entree gemaakt na je blessure bij de belofte en ook in Marokko 70 minuten gespeeld. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ik ben op zich, je houdt er nog even last van, maar ik kan op zich wel alles. En ja, ik ga gewoon weer een minuut maken. Is het niet bij het eerste, dan weer bij het tweede. Dus ik zie wel wanneer ik weer een aanmerking kom van 1 jaar. Ja, de wedstrijd tegen de Graafschap, dat is voor jou een speciaal duel. Ja, omdat mijn broertje daar in de jeugdopleiding nog zit. En ja, hij zit wel tegen het eerste aan, dus dat is wel leuk, ja. Ik hoop ooit tegen hem te mogen spelen. Geen alle bal, lekker passen! Het was de eerste training na vorige week, vrijdag, dat we weer samen waren. Heel veel jongens zijn vanochtend echt teruggekomen. En, ja, ik vind dat ontzettend knap. Op basis van een wereldreis die ze gemaakt hebben. Piroje, die komt uit Los Angeles. En dan komt uit Philadelphia. Boni uit Ivoorkust. Mike uit Tokio. Dus ja, dat zijn nogal niet reisafstanden. Het tijdverschil wat mee gaat spelen. Weersomstandigheden. De jongens zijn vanochtend geland. Nou, bewuste training naar vanmiddag. Nu was het even kijken van hoe zijn die jongens met name fris in de koppie. En lichamelijk. Ik wilde 11 tegen 11 spelen, ook omdat ik ik heb maar 2 trainingen naar zondag toe. Ten aanzien van de manier van busspelen van de Graafschap. En dat is goed uitgepakt. Marco van Ginkel is teruggekomen met een lichte blessure. Bleef eruit. Nou, Nicky, terecht wat je zegt, is geschorst. Dus we hebben wat wisselingen noodgedwongen door kunnen en moeten voeren. En dat hebben we getraind en dat zag er prima uit.